meer verkopen, meer klanten, sneller en gerichter eigenlijk je verkooppagina's inrichten, je verkoopgesprekken. In principe is elke ondernemer wel op zoek naar een betere manier om ja, meer klanten binnen te krijgen. En een van de sterkste manieren om eigenlijk iemand te overtuigen, en welke reden je dan ook hebt van het overtuigen, of wat je dan ook eigenlijk met die overtuiging wilt doen, maakt niet zoveel uit. En in deze woensdag gemakdag aflevering neem ik je mee in de psychologie. Ik ga het hebben over het brein en dan vooral ook het reptiele brein. Het reptiele brein is het oudste brein wat jij hebt. En eigenlijk is daar een heel nieuw brein omheen gebouwd. En als jij exact weet hoe het reptiele brein werkt en hoe je daarop inspeelt tijdens jouw gesprek of tijdens jouw momenten van overtuigen, dan durf ik je te garanderen dat je ook daadwerkelijk andere resultaten gaat halen. Ik zal je meerdere tips geven. Ik zal je uitleggen hoe het reptiele brein werkt, wat het precies is en hoe jij er exact op kunt inspelen en als het ware eigenlijk de psychologische koopknop kunt gaan gebruiken tijdens jouw overtuigmomenten. Kijken we naar het reptiele brein, dan is het het oudste brein. Nou, als we onszelf even zouden gaan verkleden en gaan verdiepen naar hoe we in het begin leefden, leefden we natuurlijk tussen de mammoets, misschien nog wel de dinosaurussen. En eigenlijk was ons hele brein gericht op het overleven. En dat is ook wat je in de marketing ziet. In principe is het reptiele brein continu, ga ik vluchten of ga ik vechten? Dat is het oudste principe uit de psychologie. Fight or flight response. Ga ik het aan, dus ga ik de confrontatie aan of ren ik weg? Dat is eigenlijk een beetje het principe. Daar is ons hele gedrag op gebaseerd. Jij legt je hand op een plaat, die plaat is heet, je trekt je hand weg. Dat heb jij heel snel opgeslagen, dus je gaat het niet continu doen. Je weet, hey, dit doet mij pijn, dus ik ga dat voorkomen. Nu heb je fysieke pijn, emotionele pijn. Wil jij in gaan spelen tijdens je marketing op het reptiele brein, speel dan eens in op de pijn van je klant. In de marketing noemen we dat ook wel twisting the knife. Dus eigenlijk je prikt iemand en dan ga je hem ook nog eens zitten porren. Bij twisting the knife, of dat je echt iemand pijn gaat doen, ga je dus naar waar zit echt die pijn van jouw klant. Waar doet het echt zeer? Als ik een boormachine verkoop, dan verkoop ik geen boormachine, maar een gat in de muur. En eigenlijk verkoop ik niet eens een gat in de muur, maar een bepaalde oplossing voor de pijn. Stel, ik ben een gehaaste ondernemer. Dit voorbeeld heb ik al wel eerder gegeven in een andere aflevering. Dus mocht je het interessant vinden, zorg dat je je abonneert, want dan krijg je vaker van dit soort tips. In een andere aflevering heb ik het al eens gehad over die boormachine. En als je gaat kijken van wat kan een bepaalde pijn zijn. Een pijn kan zijn dat ik een ondernemer ben en dat elke keer mijn accu snel opgaat en dat die kapot gaat. Dus dan ga ik daar op die pijn zitten. Het kan ook zijn dat ik een ondernemer ben, maar gehaast en midden in de nacht op boren, maar mijn buren elke keer zitten klagen. Dan is mijn pijn niet dat ik een nieuwe boormachine wil, maar mijn pijn is dat ik klagende buren heb. Dus dan ga je eerder inspelen in je teksten. Nooit meer klagende buren midden in de nacht kunnen boren met deze X2 type 102 boormachine. Ik noem maar iets. Een ander belangrijk punt van het reptiele brein is het stukje ik. In principe zijn we allemaal egocentrisch. Zeker wanneer je kijkt ook naar de ontwikkeling bijvoorbeeld bij kinderen. Alles draait om jezelf. Papa is altijd de sterkste. Nou, papa is helemaal niet de sterkste, maar voor jou als kind is papa de sterkste. Je draait eigenlijk een beetje, je hebt je eigen wereld en daar de wereld omheen. Bij het reptiele brein die draait nog steeds om het stukje ik. Heel je leven draait in principe om ik. Alle beslissingen doe je enigszins omdat het jou op een bepaalde manier beïnvloedt. Ook al steun je een goed doel, daar zit altijd een stukje eigenbelang bij, want ik voel me goed omdat ik dat goede doel steun. Wil jij meer gaan inspelen op het reptiele brein, zorg dan dat je inspeelt op de ik. En dan niet op jouw ik, dus jouw ik, maar op mijn ik. Dus stel je wilt mij overtuigen, dan richt je al je tekst of dan richt je gesprek op mij. Dus gebruik je niet wij bieden, jij krijgt. Zorg ook dat je eventueel de naam van diegene gebruikt.
Heel veel mensen horen graag hun eigen naam terug. Het is een van de bekendste marketing- en sales trucjes om dus af en toe ook de naam van de persoon te herhalen. Het werkt zeker effectief wanneer je dus aan tafel eenmaal zit. Vervolgens gaan we vergelijken. Het reptiele brein slaat informatie op en gaat vergelijken. Om daar goed mee op in te spelen, kun je ook de vergelijking maken. Leer voetballen als Messi. Messi. Nou, nu al die bekende topvoetballen. Leren koken als chef Ramsay. Leer puntje-puntje als puntje-puntje. Of, ga een sterke vergelijking aan. Lange tijd geleden heeft Apple en Windows hebben een vergelijking gemaakt. Apple, daar zag je een hip persoon. En bij Windows zag je een... eigenlijk zo'n typische nerd, wat wij als nerd zien. Door een bepaalde vergelijking te maken, kun je ook een bepaalde emotie gaan oproepen. Zorg dat je die vergelijking maakt. Ga zelf eens visualiseren. Als jij een bepaalde kreet roept, doe regelmatig tijdens lezingen en trainingen. Deze oefening kun je prima thuis doen of met wat vrienden. Geef eens bepaalde woorden mee en laat ze die visualiseren. Dus wat voor soort beeld of om welke gedachten krijgen ze direct... in hun brein, om het zo te zeggen. Stel, ik geef jou het woord sleutel. Waar denk je dan als eerste aan? Er zijn mensen die denken aan liefde, sleutel van je hart. Er zijn mensen die denken praktisch, ingebroken, afgebroken, verloren. Zorg dat je dat soort visualisaties, waarvan je weet van... dit zijn sterke visualisaties die we die we met z'n allen eigenlijk hebben, of aan een bepaald woord of emotie koppelen, gebruik dat eens op je website of gebruik dat eens tijdens je gesprekken. Dus visualiseer, maak helder en gebruik eigenlijk zonder woorden toch een sterke boodschap. Nou, dat kun je dus met gebruiken maken van visualisatie door dus afbeeldingen te tonen, het product te laten zien of eigenlijk een beeld te schetsen, dus in je verhaal. Werk je met verhalen? Als ik jou nu... ik heb een goede film gezien. Ik vertel jou het begin en ik verklap jou het einde. Zou je dan nog naar die film gaan? Grote kans, spoiler alert. Ik heb je te begin al verklapt en vervolgens het einde. En dan zouden we alleen nog maar naar de film gaan voor het middenstuk. Zo werkt het ook in de marketing. De eerste indruk telt, maar de laatste indruk ook. Zorg dat je tijdens je verkoopgesprekken sterk begint en ook sterk eindigt. Doe dit ook in je teksten. Dus heb jij een opsomming gegeven, zorg dan dat de beste opsomming, dus het beste punt, het grootste voordeel, bovenaan staat en er eentje onderaan. Dus begin sterk, eindig sterk. Doe dat ook in je teksten. Dus zorg dat je sterk begint en zorg dat je ook weer sterk eindigt. Een makkelijke manier om sterk te eindigen is eigenlijk het voordeel weer te herhalen wat je dus bovenaan ook al hebt benoemd. Dus eigenlijk dat je een soort van conclusie geeft. Kleine samenvatting. Zorg dat je dit soort stappen meeneemt. Dus hou rekening met de pijn. Alles wat mij pijn doet, dat wil ik oplossen. Je hand op de hete plaat. Ik trek mijn hand weg en ik zal het daarna niet meer doen. Kijk dus hoe je kosten kunt besparen. Stop met het onnodig achterlopen op je concurrenten. Stop met het missen van X3 nieuwe tips. Stop met het onnodig uitzoeken van allemaal informatie, bla 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 bla. Dus speel in op de belangrijkste pijn en zorg dat je dat gaat voorkomen met jouw dienst. Richt alles op de ik en niet op jezelf ik, maar op de ik van jouw klant. Dus richt niet op wij bieden, ja, maar jij krijgt. Zorg dat je vergelijking maakt. Dus vergelijk hoe het zou zijn als je bijvoorbeeld geen dienst bij jou afkoopt of geen product van jou afkoopt. Dit doet Telcel heel erg sterk. Nou, iedereen die ziet het eigenlijk al, die krijgt er allergie van. En dan hebben ze een nieuw zeeppompje, dan doe je tot 7 uur helemaal onder de zeep. Nou, ieder logisch mens of ieder mens met een gezond verstand, die weet dan van ja, hallo, mijn zeeppompje werkt echt niet zo. En daarna zien ze het zeeppompje met perfect gedoseerd zeep. Dit is de grootste onzin, maar door die vergelijking te maken speel je heel sterk in op het reptiele brein. Zorg dat je sterk begint en sterk eindigt en visualiseer je boodschap. Ik durf je te garanderen dat als jij gebruik gaat maken van deze 6 of meerdere punten en in gaat spelen op het reptiele brein, dat je andere resultaten gaat halen.
Nou, mocht je dit soort tips interessant vinden of vragen hebben of reacties, laat in ieder geval wat van je horen. Wil je dit soort tips nooit meer missen, zorg dan dat je ergens abonneert en ook op dat belletje klikt. En dan krijg je gewoon elke week weer een nieuwe Woensdag Gemakdag.